keihard en koud als de verwarming niet aanstaat. Helemaal niet luxe, maar ja, in de jaren 60 wel iets om trots op te zijn. Maar ook het bewustzijn van de ambtenaren is behoorlijk verbeterd, waardoor ze niet onmiddellijk op foute knoppen drukken. Ja, hier gaat het plaatsvinden, hier ga ik mijn EP presenteren. Mijn EP genaamd Van mij aan jou voor ons. De Rekenkamer opende een jaar geleden de spreekwoordelijke beerput met een rapport waaruit bleek dat de ICT-beveiliging van de stad zo lek als een mandje was. Daardoor konden gegevens van burgers worden ingekeken, maar ook de agenda van burgemeester en wethouders en konden zelfs bruggen worden bediend. Dat kan nu niet meer. De software is verbeterd, waardoor we moeilijker bij de applicaties konden komen. Maar ook het bewustzijn van de ambtenaren is behoorlijk verbeterd, waardoor ze niet onmiddellijk op foute knoppen drukken. En de inlooptesten zijn stuk verbeterd. Dat wil zeggen dat de beveiliging aanzienlijk is aangescherpt op de locatie. Ondanks de verbetering is het de onderzoekers nog wel gelukt om een gemeentelijk gebouw in te komen zonder toestemming, zij het met moeite. En met heel veel moeite kun je ook nog wel ergens bijkomen. Maar goed, dat blijft natuurlijk altijd een beetje een kostenbatenafweging, hoe ver je daar ook in wilt en kunt gaan. De gemeente steekt nu enkele miljoenen per jaar in de verbetering van de veiligheid. Ook zijn ambtenaren zich bewust van de risico's als ze bijvoorbeeld een bestandje in een mailtje openen. Ook een van de aanbevelingen heeft ook op dat bewustzijn betrekking. Dat niet alleen nu, maar ook volgend jaar en over 2 jaar nog steeds het geval is. De Rekenkamer deed ook onderzoek naar de ICT-beveiliging van buurtgemeente Lansingerland. En daar blijkt het net zo bar en boos als in Rotterdam vorig jaar. Deze week geef ik daar ook een toelichting in de raad op. En die hebben nog een lange weg te gaan, dat klopt. Want wat is er daar nou allemaal mis? Nou, wat er vorig jaar mis was in Rotterdam. Dus we konden vrij makkelijk binnenlopen. Het bewustzijn is daar nog niet op het niveau wat je zou verwachten. En ja, we hadden ook daar weer alle rechten in handen. BMW van Lansingerland hebben al maatregelen aangekondigd. De gemeenteraad praat er zoals gezegd woensdag over. Voor heel veel Rotterdammers is dit één stuk historie. De allereerste Rotterdamse metro uit 1968. En hier, bij deze ramen, zaten prinses Beatrix en prins Klaus tijdens die eerste rit. Nou, dat treinstel is al lang gestopt, uit dienst gehaald en is inmiddels helemaal opgeknapt, helemaal geschuurd, helemaal van binnen schoongemaakt en gaat nu deel uitmaken van de tentoonstelling over 50 jaar metro. Die oude stoeltjes, keihard. Ja, keihard en koud als de verwarming niet aanstaat. Ja. Helemaal niet luxe. Maar ja, in de jaren 60 wel iets om trots op te zijn. Dat zo'n moderne metro gewoon door Rotterdam reed. Toen. Ja. De hele binnenkant is opgeknapt. De vloeren, de wanden. Alles is eruit gehaald. En alles is er weer ingestopt. Maar wel opgeknapt. Dus hij ziet er weer prachtig uit. En de laatste week is heel hard gewerkt aan de buitenkant. Kan hij weer rijden? Hij kan rollen. Dus hij wordt gesleept met een andere metro naar station Blaak. Om hem te laten rijden, daar moesten we echt nog wat meer onderzoek voor doen. En dat is ook best kostbaar om hem weer helemaal technisch in een goede staat te krijgen. Dus dat zit er niet in, zelfstandig rijden. Maar rollen, dat doet hij gewoon. Maar je hebt hem op de dieplader zien rollen, dus dat zit wel goed. Het wordt nu eigenlijk een museum, tijdelijk. Ja. Ja, wat is leuker dan dat? Dat het grootste museumstuk het museum zelf is. En inderdaad, vanaf vrijdag op station Blaak met binnen prachtige foto's. Die zijn straks te zien. Ook heel veel leuke filmpjes en video's van toen zijn te zien. Dus ja, dit mag je als Rotterdammer niet missen. Ja. Hey, en wat gaat er daarna mee gebeuren? Nou, hij blijft tot 13 februari op het metronet. Tentoonstelling is ook van 9 tot 13, tot en met 13 februari. En dan wordt hij weer teruggebracht hier in het Trammuseum. Dus hij gaat heel even oplogeren. En dan is de metro vanaf april, als het Trammuseum weer geopend is, is de metro hier te zien met de tentoonstelling. Die blijft erin? Die blijft erin, ja. De Koningin Emma-straat in Gorinchem stond maandagochtend helemaal blank. De boosdoener, een gesprongen waterleiding. De 40 centimeter dikke transportleiding kon vermoedelijk de druk niet aan, waarna het water over straat golfde. Met enorme hoeveelheden is het water hier naar buiten gekomen. En daardoor zijn, zoals u kunt zien, er is een enorme schade ontstaan aan ongeveer tussen de 25 en 30 woningen.
kelders liepen onder en in een paar huizen kwam het water tot kniehoogte. En dat heeft helaas vervelende consequenties. Zeker. Ik heb net ook gesproken met een paar mensen die net 2 maanden in hun woning wonen. Net een nieuwe vloer, net allerlei nieuwe dingen aangebracht. En dan dit. Dan sta je opeens te kijken en staat je huis vol met water. De oorzaak van de breuk is nog niet bekend. Werkzaamheden in de buurt van de leiding waren er op dat moment niet. En voor een aantal bewoners van de Koningin Emmastraat betekent het wel dat er even geen stroom en geen verwarming is. Sowieso, mensen die nu al ergens terecht willen, die bieden we natuurlijk een plek aan waar ze in ieder geval in de warmte even kunnen bijkomen. En daarnaast moeten we even kijken van, hebben we ook nachtopvang te regelen of niet? Dat is op dit moment nog onduidelijk. Vandaag ga ik met rapper Dichter op stap. Zijn teksten gaan over het leven in de grote stad. Hij heeft al opgetreden bij De Wereld Draait Door en voor koning Willem-Alexander. En nu is het tijd om nader kennis te maken en in zijn hoofd te belanden. Zijn tweede EP die komt binnenkort uit. Die heet Van mij aan jou voor ons. Wij bezoeken 3 van zijn belangrijkste plekken op Rotterdamse grond. Hier op de tweede etage. En hier is mijn fascinatie voor geluid eigenlijk begonnen. Omdat ik, als ik hier sliep, sliep ik altijd met het raampje open een klein beetje. En dan hoorde je de straatgeluiden nog. Ik heb best wel drukke gedachtes. En dat kan je vergelijken met de stad en stadse geluiden. Weet je, het is chaos, maar er is ook wel schoonheid in die chaos. En nu ben ik verlicht met rebelsbloed. Een Afrikaanse Nederlander. We zijn nu bij het Zatkin. Bij de Zatkin Pop Academie, althans dat zat hier vroeger. En dit was dan de ingang en hier chillden we. Hier waren mensen sigaretjes aan het roken, noem het maar op. En iets wat ik ook wel Rotterdam vind hebben of zo, altijd die... Rotterdam blijft rauw, Rotterdam blijft echt. Ik heb hier die transitie meegemaakt van de kleine Firee naar de grote Dichter, om het zo te zeggen. Ja, hier gaat het plaatsvinden. Hier ga ik mijn EP presenteren. Mijn EP genaamd Van mij aan jou voor ons. Ja, natuurlijk, ik heb nog nooit op een boot opgetreden. Dus dat is al super uniek. Na mijn EP Van mij aan jou voor ons, dan is het echt alle focus op mijn debuutalbum. Ik hoop ook heel veel nog op te treden, zowel binnen Rotterdam als buiten Rotterdam. Ook lekker veel van Nederland te blijven zien. En nog zoveel mogelijk met kunst en cultuur bezig te kunnen zijn. Ik ben een millennial, ik zweef en ik ken geen val. Kijk en ik red de stal, een ondergang, never na. Van een poëet naar een profeet, heel snel. Een nieuwe generatie, je weet wel, als God belt, kijken we naar de rode knop, maar we nemen op. Feyenoord traint openbaar en dat komt niet zo vaak meer voor. En dus komen er de nodige supporters af op Varkenoord naar deze training. Al te veel spelers zien ze daarin trouwens niet in actie komen. De basisspelers die met 1-0 verloren in die wedstrijd tegen VVV zijn er niet bij. We zien alleen de reserves. Inclusief dus Robin van Persie, die even mocht invallen tegen VVV, maar nog wedstrijdritme nodig heeft. Hij gaat niet in het tweede elftal in actie komen bij Heerenveen vanavond. Omdat Feyenoord komende donderdag alweer een eredivisiewedstrijd speelt tegen Groningen. Datzelfde geldt, opmerkelijk genoeg, ook voor Erik Bottegien en Jan-Arie van der Heijden. Afgelopen week zei Van Bronckhorst nog over die 2 spelers dat ze dat ritme in de tweede helft al eerst moesten opdoen voordat ze weer klaar zouden zijn voor een basisplaats. Ja, ik denk dat beide nog niet klaar zijn om een wedstrijd te beginnen. Want daar hangt het een beetje vanaf. Zeker in een bekerwedstrijd met verlenging erbij. Ja, dan heb je spelers nodig die daar ook gewoon voor 120 minuten kunnen staan. En beide spelers zijn er aan het werken om dat uit te bouwen. Maar ook het duo van der Heijden en Bottegien zien we dus op deze uitlooptraining op maandag, een dag na de nederlaag in Venlo, gewoon hun rondjes lopen. Het was een korte training. Feyenoord hield er alweer redelijk snel mee op, omdat er nog steeds een druk programma wacht de rest van deze week.